Goedemorgen, middagavond en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Vandaag ben ik een beetje mijn stem aan het verliezen. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt echt alsof ik een mijlpaal ben gestopt en ergens gewoon aan het touwtje langs naar binnen haal. Maar dat maakt het verder niet minder op, want de update is er. En ik dacht van, we gaan eerst even nieuws lezen, want ik vergeet elke keer om het nieuws te lezen. Wat is ons nieuws? Het nieuws is dat ik nog helemaal het nieuws moet opstarten en ik had hem net allemaal klaargezet. Oké, Friends. We gaan naar de Friends app. De winter is nog niet voorbij. Oh. De verander winteractiviteiten en verzamel de warmte wintergroeten. Dat heb ik wel gelezen. Je kan dus de wintergroeten, je kan de klok de hele tijd blijven resetten. Net zolang dat je gewoon oneindig wintergroeten hebt in principe. Je kan dus de tijd terugspoelen. Dat is wel grappig. En de bonuswinkel heeft een nieuw item. Dus ik wil gewoon heel graag even naar Moorland toe. En we gaan natuurlijk even een wintergroet halen. Want ik ben al klaar met mijn wintergroet in principe. Ik kan een paard uittrainen met de wintergroeten. Maar dat ga ik dit jaar niet doen. Want het kost ontzettend veel tijd om dat te doen. En ja, ik heb ook geen paard meer om te trainen. Ik heb Light and Shadow uitgetraind voor Let's Train. En daardoor heb ik dus ook geen paarden meer om te trainen. Ik heb alleen nog maar Inzie om te trainen. En dat is iets nieuws. Ik moet trouwens nog even stalhulp kopen. Dus laat ik dat ook even meteen doen. Invullen. Die heb ik als afgeleid. Ik dacht, ik rijd nog wel even naar Moorland. We kunnen nog even dingen kopen. Want er zijn nog wat dingen die ik wil hebben, namelijk van de winter kerstdorp. Zo. Dit is trouwens de laatste week dat je wintergoed kan verzamelen. Nog de Marwaris en welke waren ook alweer nog meer de korting? De Marwaris en Curlies? Nee, Akaltekens. Die zijn dus in de korting. De Marwaris is 670 starcoins en de Akalteken is 553. En ik twijfel een beetje, want ik vind Akaltekens wel heel leuk om er eentje te kopen. Ik ben benieuwd. Dus ik kan even kijken of eventueel Akalteken gaan kopen. Geen idee. Want er is er eentje die ik wel heel graag wil hebben. Dus we kunnen altijd nog even langs gaan. En ik ben benieuwd of deze winterwens hier is. Kunnen we het nog even doen. En ja, we kunnen nog even kijken hoe we de timer resetten. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar verder heb ik echt geen idee. Oké, wat is hier te doen? Als die jobbokken zijn, dan bok ik hem op. Sorry, heel slecht. Ja, het zijn die jobbokken. Daar ga ik niet aan beginnen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. We zijn hier natuurlijk voor de item. De nieuwe item. Ja, dat is deze. Ik heb nog beestbeschermer. Leuk, een cap. Maar we hebben er niks aan. Er is dus een Akalteken die ik wil hebben. En ik zal eens even naar het landhuis van Silvercade gaan. Om te kijken of hij daar nog staat. Dat zou goedkoop. Ik dacht van waarom niet? Landhuis van Silvercade. In één keer. Normaal kost het me ontzettend veel moeite om dat te doen. Oh my god. Want ja, ik vind het korting wel heel chill. En dan kunnen we weer een nieuwe trainingspaard kopen totdat weet het meeste Appaloosa's uitkomen. Mocht je die video nu hebben gezien, ik heb een spoiler video voor Appaloosa's. Kijk, het gaat dus om deze. Want deze vind ik heel erg leuk. En deze, ik weet niet of ik die al had. Ik weet welke Akaltekens had ik ook alweer. Ik had deze had ik. En ik geloof dat ik er maar één heb trouwens. Nee, en deze, want dit is Happy, dit heb ik genoemd naar het liedje Happy Dirty Soul. Ik heb de grijze en ik heb deze. En dit zijn dan Lusitanos. Lusitanos of de Luciers. Ja, ik wil graag deze hebben. Deze vind ik heel erg cute. Ik snap alleen niet dat zijn hoef dan hier niet wit is als hier een randje zit. Hebben we trouwens nog een Akalteken in de app staan? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar voordat ik deze koop, dat ik ze allemaal even heb gezien.
Ik heb een naam voor deze. Oh my god. Ik heb voor het eerst dat ik denk in mijn hoofd. Ik heb een naam. Oh my god. Ik weet nog dat ik de... Hoe heet het? De alle stallen heb gekocht in de app. Dus het is echt één grote chaos in mijn stal. Oh, er is een account teken. Het is dan deze Palomino. Nee, dan ga ik toch voor deze. Heb ik tenminste allemaal gezien. Want ik wil gewoon nieuw trainingspaard. Fly. Ik wil even kijken of dat kan. Ja, het kan. Wacht. B. Ik wil de naam B hebben. En naam Bayway. Dat vond ik heel grappig. Ik wil een Bayway doen. Hij is niet helemaal B. Als in, zeg maar, voskleur. Maar hij is wel heel cute. Waarom heb ik nu een nieuw paard gekocht? Ik heb niet eens over nagedacht om dat te doen. Ik was ook meer van... Akaltex in de aanbieding. Laten we een nieuw paard kopen. Want dat is hier ook heel saai. En hij is goedkoop. Hij is goedkoop. Oké, we gaan hem even bijpakken. Dan kunnen we even de... Kan ik weer de races doen van Ping en zo. Dat is wel even nice. Want ik heb nog een hele week daarvoor. En dat is gewoon 500 XP. En... Weet je hoe snel je paard er level opgegaan? Ik heb mijn paarden alleen met de kerstraces en de dierenzoek op Stars en Hoeven binnen een week uitgetraind. Dus reminder om gewoon even nog die laatste week te knallen om je paard uit te trainen. Waar is dat beest? En waar zijn mijn... Oh, hier is mijn normale outfit. Ik wou zeggen... ik kan wel even laten zien. Ik moet hier nog een B even normale veranderen. This light and shadow. Die zijn alle twee level 14. Dan heb ik nog Amethyst en Zep. Die zijn ook level 14. Dus let's train komt er weer aan, jongens. Ik zal ze even zo zetten. Vind ik wel chiller. Ik heb deze tweede hals erop gedaan. Zo cute. En ik heb voor jou heb ik een hele set klaarstaan. Eigenlijk is mijn standaard set die ik gewoon altijd aan doe. Dus dat is nice. En ik heb hier nog het vosje. Het vosje krijg je bij de laatste dag van het kerstdorp. Dat is very cute. Over het kerstdorp gesproken, moeten we nog even naar het kerstdorp. Dus ik dacht, we gaan naar Fort Pinta, wou ik zeggen. We kunnen ook naar Fort Pinta, want we kunnen over het water heen. Maar ik dacht eerder, we gaan naar Figrove. Om daar even de manen te checken, wat leuk is voor B. En, ik vind het paard echt leuk. Ik heb het gewoon... Ik vind Akaltex wel leuk. Alleen ik heb het gevoel dat ze anders galopperen. Ben ik de enige? Of heb ik gewoon zo lang niet meer mijn Akaltex gereden dat het er gewoon raar uitziet? Oké. Daar moet ik even aan wennen. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. En mijn inventaris is leeg. We gaan even lekker springen naar Figrove. Maandtijd. Oké, we hebben voor hem... Of haar. Dacht ik, lange maan is wel iets schattiger. Of knotjes, dat is ook wel cute, oh. Ik wil even aan de andere kant zien. Oh, knotjes zijn ook wel lief. Maar ik ga nu even voor lange manen. Want dat vind ik echt heel schattig staan. Hallo. Wie, wat, waar? Hallo. Nee, zelfs met een level 1 paard ben ik vrij snel. Daar ben ik me van bewust. Sorry. Oh, jongens. Ja, dat komt gewoon omdat ik mijn paarden altijd healthy hou. Goed getraind en een goed uitrusting heb. Dus ja, sorry. Het komt niet per se omdat ik level 23 ben. Ik ben net zo snel als iemand van level 20. Maar het is belangrijk om je paard gezond te houden. Dan ben je gewoon een stuk sneller. Miauw. Waar kunnen we de dingen resetten trouwens? Daar was ik wel benieuwd naar. Glimmerrace. Ja, die is al vrij nieuw, hè. Kijk, alle gifts hadden we ondertussen al verzameld. De code Holiday Fun voor 300 Star Coins is er nog steeds. Dus don't forget. Want het is toch wel lekker om 300 gratis Star Coins te hebben. Daarvan heb ik deze in principe gekocht met 200 Star Coins mezelf. Ik kan 5 dingetjes inruilen voor XP. Dat is wel leuk. Kijk. Dan. Hallo. Ontdek waar je wind... Nee, ik ga niet ontdekken waar wind goed kunt krijgen. Maar waar kan je dat dan veranderen? Ben ik nou gewoon een beetje helemaal gek dat het niet hier is?
Nieuwsje. Oh, dat is bij mevrouw Holtz. Dan moeten we terug. Dan moeten we terug. Ctrl Z. Jullie lachen me waarschijnlijk uit. Van, nee, je moet hier helemaal niet heen. Je moet daarheen. Wist ik wel. Maar ik deed het alleen even een test of jullie dat ook wisten. Oké. De zon begint heel erg fel te schijnen. Ik dacht dat ik in Moorland was, maar ik was natuurlijk in de Vinkerhoofd. Ga terug naar Stal Moorland. Is het uur al voorbij? Nee, Stal Moorland. Stal Moorland. We're going on a trip on the favorites. I can't take running through the woods. Oké, dan moeten we dus naar Aurora. Als in de Disney prinses. Eigenlijk dan op Stagstable. And then we go. Oh, hier kan je ook zo in huilen. Ben je klaar met je huidige activiteiten? Als je huidige wordt misschien gezet, dan doe ik het anders mee. Verander de dingen. Oh, ja, top. Dan kan ik gewoon... gratis interbands pakken. Tjoep. Kijk, en dat is nou eens even handig. Is er nou hier in de buurt ook nog één? Oh ja. We hebben er gewoon twee hier. Weet je, we gaan die ook gewoon even pakken. Dat is gewoon handig. Gratis winterwensen. Ik dacht, ik spaar ze alvast een beetje voor volgend jaar. Dat is echt heel slim. Ik kan het wel een XP gaan uitgeven, maar als ik die kerstraces doe, dan ben ik sneller klaar dan dat ik ze ga uittreden met wintergroeten. Want, even kijken, zal ik een berekening doen hoeveel wintergroeten je nodig hebt om een paard uit te trainen? Oeh, hier is James weer. Want we hebben 300.000 XP nodig, geloof ik. Ik ga zo even naar mijn homestable om dat te checken. Want ik weet niet of het een extra nul is of niet. Maar daar kunnen we even achter komen. 300.000, ja, ik had het goed. Dan doen we dat delen door 125. Dat is 264 keer. En dat moeten we keer 5 winterwensen doen. Dus je hebt 1320 winterwensen nodig. Om je paard van level 0 naar 15. Of level 1 naar 15 te krijgen met alleen wintergroeten. Succes jongens. Ik heb dat eerder gedaan. Ja. Mocht je dat willen zien, dan kan je hier de video's zien dat ik het heb gedaan. Want dat was wel echt heel grappig. Toen had ik nog tijd over. Nu heb ik gewoon de set verzameld en alles wat je kan verzamelen. Dus dat is ook wel een goede grind. Maar goed, dit was alweer de video voor deze week. Ik ben er natuurlijk gewoon weer snel met een nieuwe vlog. Waarschijnlijk zaterdag of zondag. Ik wil vrijdag trouwens nog even livestreamen voor de mensen die dat naar het einde hebben gekeken en dat leuk vinden. Spoiler, ik weet nog niet hoe laat. Dus dat zien we dan wel. En ik hoop jou te zien bij de volgende video's. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zeg ik, houdoe!